Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe serie hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Ik vroeg aan jullie, willen jullie graag een serie zien in de game mode Gun Game? En iedereen zei, ah shit, dat ze dat graag wilden zien. Dus, wat ik vandaag ga beginnen is natuurlijk de Road to Life 120 seconden Gun Game. Wat inhoudt dat ik een Gun Game potje moet gaan winnen onder de 120 seconden. Wij hebben natuurlijk al een keer een Gun Game potje gewonnen in 1 minuut 45. Oftewel 105 seconden is dat. Maar we gaan deze serie starten om een Gun Game potje te winnen in 120 seconden. Oftewel 2 minuten precies. En als dat lukt zit deze serie erop. Dus ik ga gewoon mijn best ervoor doen natuurlijk. Het is goed opletten op de spans. Goed heen en weer lopen om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk kills te pakken. Maar ook tegelijkertijd zo min mogelijk deaths. En als het lukt zou ik het super vet vinden. En als jullie het leuk vinden, ram dan natuurlijk zo'n kaart op like op. Ik heb deze serie voor de mensen die al heel lang me volgen natuurlijk ook gehad op, hoe heet het ook weer, Black Ops 2. En op Black Ops 2 heb ik er echt heel lang over gedaan. En op een gegeven moment had ik een gelukpotje, heb ik het gewoon ingehaald. En we gaan het nu ook opnieuw proberen in Infinite Warfare. Als jij wil bijhouden hoe lang ik over een potje aan het doen ben, dan kan jij links onderin mijn scherm kijken. Want links onderin mijn scherm zie je nu 8 minuten 38 staan. Want inderdaad dat ik dus al 1 minuut en 20 seconden bezig ben. En zo kan je het gewoon een beetje bij gaan houden. Dus aan het einde van de potje zal ik steeds even in beeld laten brengen hoe lang ik er precies over heb gedaan. En op die manier weten we. Dus killcams natuurlijk skippen, want het kost veel tijd. En zo moet je aan alles gaan denken. Killcams gewoon lekker laten rollen. En huh? Ik weet niet waar hij vandaan kwam, maar ik heb hem helemaal niet gezien. Ik denk dat het mijn schuld was. Lekker hipfire, man. Dat werkt ook voor geen ene zak gewoon. Kut. Frontier is altijd echt een drukke, onoverzichtelijke map als het gaat om een free-for-all potje. En Gun Game is natuurlijk officieel gewoon lekker free-for-all. Wauw, hij killde de verkeerde. Hij killde de verkeerde. Waarom ben ik altijd de Sjaak, jongen? Ik schoot serieus mis, gek. Dat was echt niet de bedoeling, gewoon. Maar waar zijn jullie nu, enemies? Daar dus, dankjewel. Sniper rifle. Heel veel liggen. Ik kan namelijk nooit met deze sniper rifle in één keer een kill krijgen. En ik sta nog achter ook. Iemand anders is serieus bij het laatste wapen. Alleen... Oh my god, die zat er al de hele tijd. Ik maak geen grapje, die zat er al de hele fucking tijd daar in het hoekje. En ik heb hem helemaal niet gezien en ik heb verloren. Nou, dit potje duurde dus 2 minuten en 38 seconden. Maar natuurlijk, als ik aan het uitleggen ben, dan kan ik me nooit concentreren. En ik was eigenlijk de hele tijd aan het uitleggen hier ook. Dus het houdt in. Volgende potje gaan we ons best doen. Volgende potje gaan we tryharden. We gaan keihard sowieso tryharden in deze serie. En ik moet gewoon winnen onder 120 seconden. En ik hoop dat het gaat lukken. Dus tot en met game nummer 2. Oké jongens, hier gaan we natuurlijk weer. Poging nummer 2. Het is een map breakout, wat inhoudt dat natuurlijk best wel een hele grote map is. Dit kan op zich, als je het goed doet, zoals je hier kan zien, want ik ben aan het spantrappen, in je voordeel werken. Maar normaal gesproken zijn deze grote maps die ik hier dus speel, keihard in je nadeel. Puur omdat je dan hier natuurlijk niet echt heel erg snel kan winnen. Als je een beetje geluk hebt natuurlijk wel. Maar ik weet niet of we dat geluk vandaag gaan krijgen. Wauw, shit jongen, ik was hem aan het zoeken, maar ik kon hem niet vinden. Nou, iemand anders die gaat weer beest. Ik weet niet wat ik in voor lobby ben gekomen, maar er zitten mensen in die gaan gewoon super beest hier. Sowieso is alles wat je eigenlijk in Gun Game moet doen echt super goed opletten natuurlijk. En dan kan je sowieso winnen, maakt niet uit of je goed bent of slecht bent. Iedereen kan in Gun Game winnen. En het draait eigenlijk alleen maar om slim, logisch. Oh my god, deze vent lekt. Holy shit, ik noscope hem! Wauw, die vent die had kon niet eens internet betalen. Op een of andere manier heb ik gewoon genoodkoopt, gek. What the fuck? Oké, die vond ik wel leuk als ik eerlijk ben. Die vond ik wel leuk. Ook, ik wil niet noobzoomen, jongens. Ik vind het heel leuk dat het kan, maar ik hoef het net niet. Okay, lekker die kill hebben we ook. Die zie ik er eentje voor me lopen. Uh-oh, Turmel. Uh-oh. Uh-oh, Turmel hou ik niet zo van. Uh-oh. Oh, kut, dit ding moet reload. Oh, hij reload automatisch of zo. Ik weet niet hoe dit ding werkt. Geen flauw idee, dat wapen krijg ik alleen maar als ik Gun Game speel. Het is de, ik weet ook niet hoe die heet. Achtige grenade-launcher. Zo heet die, ja. Maar we moeten even tempo erin zetten, want je ziet het. 2 minuten, jongens, is echt heel erg snel voorbij. Want over 25 seconden in totaal zijn er 2 minuten om. Dus dan moet je nagaan hoe snel die 2 minuten gaan. Nog 18 seconden, dan zijn er 2 minuten voorbij, hè. Dus dan hebben we het gewoon al niet gehaald. Dus... zo zie je wel echt hoe lastig deze serie gaat worden. Oh my god, dat is de lagger. Oh, waar is die nou? Die ben ik hem kwijt. Oh, daar was die.
Die vent die moet echt even internet gaan komen. Want het is mega irritant als iemand zo speelt. Dus je weet gewoon niet waar hij loopt en je kan hem ook gewoon niet raken. Dus iedereen die Call of Duty speelt moet eigenlijk gewoon even internet kopen. Want anders is het mega irritant. Maar de 2 minuten zijn al voorbij. Zo zie je hoe snel die 2 minuten gaan, jongens. Are you fucking kidding me? Ik had weer die lagger, hè, voor me. Ik heb de hele tijd gewoon die lul voor me staan, waardoor ik gewoon niet snel kan winnen, joh. Ze doen het gewoon expres. Ik heb jullie wel door, Call of Duty. Jullie doen het gewoon expres. Ik heb jullie tactiek door, jongens. Jullie laten gewoon expres iemand die geen internet kan betalen in mijn lobby. Zodat ik gewoon niet raak kan schieten en gewoon automatisch potje verlies. Althans, ik win echt keihard, zie ik nu. Dus laat me zitten, mijn theorie is niet goed. Laat me zitten. Dat was een grapje. Zo. Ik was super scheef daar, maar hij deed precies hetzelfde, gek. Hoppatee. En dat soort kills moeten we ook krijgen. We hebben nu gewonnen in rechtsboven in scherm. 2 minuten en 54 seconden. Dus het zijn gewoon nog 54 seconden te veel. Dus we gaan het nog een keer proberen. We spelen altijd 3 potjes per aflevering. Dus we gaan door naar het laatste potje. Game nummer 3. Hopelijk een iets kleinere map. En dan moeten we winnen onder 2 minuten. Oké, jongens. Hier gaan we. Het aller... Oh my fucking... Oh my god, wat slecht, John! Het allerlaatste potje natuurlijk van vandaag. We moeten dit potje natuurlijk zo snel mogelijk winnen. Want dan moeten we in elk potje doen nu op dit moment. En oh nee, ze rennen voor me weg, zag je het? Ik zag zijn hoofdje. Alleen als mensen voor je wegrennen, is het mega irritant. Want dan ga je natuurlijk niet snel genoeg kills krijgen. Dus eigenlijk, het perfect scenario is gewoon letterlijk als iedereen op je af moet lopen. Dan heb je natuurlijk de kans dat je doodgaat. Maar op het moment dat iedereen op je afloopt, heb je ook de kans om dat potje heel erg snel te winnen. En... die kans om een potje zo heel snel te winnen is altijd het allerbelangrijkste. Het is altijd alles wat natuurlijk telt. En jij bent slecht, jongen. Ik weet niet wat je deed. Kijk, zie je? Iedereen rent nu om af op dit moment. What the fuck? What the fuck? Die vergrootje was helemaal voor me weggerend. Wat een pussy. Oh nee, de payload. Daar kan ik zo niet mee omgaan. Er is nu alweer 1 minuut voorbij, hè. Boom, bitch. Oh nee, de Rack 9. Oké, dan moet ik heel dichtbij ze staan. Dus we gaan hier meteen naar binnen. Althans, nou, we gaan hier gewoon naar binnen. Als je binnen bent, heb je altijd close quarters die je kan killen. Boom, dat bedoel ik. En krijg sowieso altijd 100% zeker de kill ermee. Ik kon die gozer achtervolgen. Alleen ik wist niet zeker of ik daarmee de kill zou krijgen. Dus vandaar dat ik gewoon... op die manier eigenlijk een beetje ben weggerend. Doei. Oh, nog een shotgun. Kut. Die had ik ook niet zien. Aankomen. Lekker. We kunnen nog winnen. Nog 20 seconden. Kut. Oh my god, als ik nu de kill maak, dan hebben we gewonnen binnen 2 minuten. Waar is... ik ben hem kwijt! Oh my god, we hebben niet gewonnen binnen 2 minuten. Ik ben die enemy kwijtgeraakt. Oh my... jawel, binnen 2 minuten! 1 minuut en fucking 58 seconden. Oh shit, we moeten deze serie moeten we gaan veranderen. Kut, want ik heb hem nu al gehaald. Shit. Oké, jongens, laat even in de comments weten. Want dit was 1 minuut en 58 seconden. Dus officieel hebben we de serie al gedropt. 8-2 als eindscore. Laat even iets weten in de reacties. Binnen hoeveel seconden ik een Gung Ape potje moet gaan voltooien. 120 seconden is te makkelijk. We kunnen doen 100 seconden. We kunnen doen 110 seconden. We kunnen doen 90 seconden, maar dat gaat echt heel erg lastig worden. Dus laat even in de comments weten hoeveel seconden ik moet doen over 1 Gung Ape potje. En dan kan ik de serie gaan aanpassen om binnen die tijd een Gung Ape potje te winnen. Want binnen 2 minuten, zoals je kan zien, dat halen we. Dus we moeten de challenge net eventjes ietsje moeilijker gaan maken. Dus laat me sowieso weten in de comments, jongens. Thanks for watching naar de allereerste aflevering. Tot en met de tweede aflevering en tot en met andere video's. Vergeet niet te abonneren voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.